Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Dit keer weer een Lentomap video. Het mooie van Lentomap is dat je direct in AutoCAD kan inmeten en uitzetten. En wanneer je inmeet, je niet alleen punten meet, maar ook direct symbolen en lijnen kan meten. En deze symbolen en lijnen worden vervolgens ook direct op de juiste layer getekend. Een van de meest gestelde vragen is dan ook hoe je zelf deze symbolen en lijnen kan toevoegen aan de bibliotheek. En dat hopen we je in deze video te laten zien. Bij het zelf aanmaken van lijnen en symbolen gaan we ook een aantal dingen in AutoCAD doen. Hiervoor kan het handig zijn om muis- en toetsenborden aan te sluiten. Sommige muis- en toetsenborden zijn misschien rechtstreeks via Bluetooth te koppelen met je tablet. Maar wanneer je er eentje gebruikt met een USB-kabel, kan het handig zijn om de Panasonic Docking Station te gaan gebruiken. Op die manier kun je ook makkelijk een tweede beeldscherm aansluiten en wordt je tablet ook direct opgeladen. Laten we beginnen. Wanneer we zelf symbolen en lijnen willen gaan toevoegen aan de bibliotheek in Lentomap, beginnen we met het aanmaken van de icoontjes. Dit kan in verschillende software, maar we doen het in Microsoft Paint. Wanneer we Paint openen, beginnen we met het aanmaken van een lege schabloon die 42 bij 42 pixels is. In dit voorbeeld maken we drie icoontjes. Eentje als een hoofdicoontje waterwerken en vervolgens twee icoontjes. Eentje voor een lijncode damwand en eentje voor de symboolcode meerpaal. Wanneer je klaar bent met het maken van het icoontje, sla deze dan op als een PNG-bestand. De bestandslocatie voor het PNG'tje is deze PC, Windows, Adlock, Lentomap, Team, Client, dan de gewenste Team folder en vervolgens de iconenmap. Nu we het hoofdicoontje klaar hebben voor waterwerken, kunnen we twee nieuwe icoontjes gaan maken. Een lijncode damwand en een symboolcode meerpaal. Nu we klaar zijn met het maken van de icoontjes, kunnen we de nieuwe objecten gaan toevoegen als laag in de template van AutoCAD. Hiervoor starten we gewoon Lentomap op en maken we een nieuwe tekening. Wanneer Lentomap is opgestart, gaan we in de AutoCAD-ribben naar Home en naar Layer Properties. Hier kiezen we vervolgens Create New Layer en maken we drie nieuwe lagen aan die corresponderen met de drie knopjes die we net gemaakt hebben in Paint. Wanneer we klaar zijn met het toevoegen van de nieuwe lagen, kunnen we deze gaan opslaan als een Drawing Template File of een DWT-bestand. De bestandslocatie voor deze DVD-file is deze PC, C, Adlock, Lentomap, Team, Client, vervolgens de gewenste Team selecteren en hier de bestaande template overschrijven. Het object meerpaal is een symboolcode. Voor Lentomap is het van belang dat alle symbolen als losse DWG's zijn opgeslagen. Je kan zoals nu zelf blocks gaan tekenen, maar je kan uiteraard ook gewoon bestaande blocks gebruiken. De bestandslocatie voor alle blocks, dus de DWG's, is deze PC, C, Adlock, Lentomap, Team, Client, hier de gewenste Team folder en dan de folder Symbols 2D. Hier zou je nog een onderverdeling maken per categorie, zoals bijvoorbeeld riolering, verlichting of in dit geval waterwerken. Oké, nu we klaar zijn met het maken van de icoontjes, de lagen hebben toegevoegd, eventuele blocks hebben gemaakt, kunnen we gaan beginnen met het toevoegen van deze objecten aan de Lentomap bibliotheek. In het hoofdmenu ga je naar Tools, Settings, General Theme Settings. Wil je een compleet nieuwe bibliotheek maken? Dan ga je naar Create New Template. Hier zie je nu alle objecten die je kan toevoegen aan de bibliotheek.
Het gaat vooral nu om linears en symbols en we beginnen met linears. Hier zie je reeds alle toegevoegde linears en we beginnen met het toevoegen van een nieuwe door Add an Object te kiezen. We vullen de naam in en dit is de naam van het hoofdicoontje. We kiezen de gewenste layer die uit de DVT wordt gehaald. We maken het icoontje. En kiezen vervolgens een lege plek in de template, bijvoorbeeld onder het kopje kabels en leidingen. Het icoontje wordt vervolgens daar geplaatst en er verschijnen nu 40 nieuwe lege vakjes. We herhalen eigenlijk het vorige door weer een nieuwe linear te maken. Ook hier vervolgens de juiste laag te kiezen. Het juiste symbool te kiezen. Hier kunnen we ook kiezen wat voor soort lijn het moet gaan worden, zoals een 3D polylijn of een 2D polylijn. Wanneer alles klopt, klikken we op het vinkje en klikken we ook hier op een leeg vakje, bijvoorbeeld vakje 0. Op deze manier hebben we zojuist een lijncode toegevoegd. Nu gaan we een symboolcode toevoegen. We gaan naar Symbols. We klikken weer Add an Object. We kiezen de gewenste folder, in dit geval waterwerken. En hier staat nu één symbool, de meerpaal. We kiezen de gewenste laag, invullen object code, het icoontje, bevestigen dat met het vinkje, vervolgens kunnen we opgeven hoe vaak we het object willen gaan meten en de schaal. De schaal zetten we vast en we kiezen ervoor om het object één keer te meten in de midden. Wanneer alles klopt, kiezen we een leeg vakje. En ook deze is nu opgenomen in de bibliotheek. Wanneer we nu waterwerken kiezen, zien we één lijncode en één symboolcode. Klaar! Hopelijk kun je na het zien van deze video nu zelf symbolen en lijnen toevoegen aan je bibliotheek. Maar lukt het niet of heb je nog vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.